Yo kijkers van We Call Dutch en welkom terug bij een nieuwe commentary. Vandaag spelen we weer eens samen met Bjarne, oftewel Kulbuster 99 en ik hoor mezelf dubbel, maar dat maakt niet eens zoveel uit. Maar Bjarne zoekt maar gewoon een potje. Is goed, game gewoon kill confirmed ofzo? Ja, doe maar kill confirmed. Hoppa. En maak ook zeker dat je ook Bjarne's kanaal uitcheckt, dat heet Netfrits, zal in de beschrijving staan. Ja, we hebben... Ik heb deze hele avond al gespeeld en nou volgens mij 9 uur en nu is het 11:30. Dus we zijn al lekker bezig. Ja. En daartussen hebben we gewoon geen enkele mol opgehaald omdat het echt kutpotjes waren, maar goed. Maar voor mijn doel is dat niet dus slecht nul mol op zijn in de tijd bestek, maar voor jou is dat wel raar, ja. Ja. Ja, ik heb vandaag al 3 mobs gehad, maar goed, alsnog. Dus het zou makkelijk mogelijk moeten zijn. Maar ja. Eentje was ik bij met die spam. Nee, ik was bij 2. Eentje was gewoon normaal en eentje was een spam trap. Ja. Die op hard, het was normaal. Want toen moest ik tegen zijn gozer, Koen Punisher. Oh ja. Kapot slecht. Moet je vertellen wat hij zei voor die match? Zeg jij maar. Hij zei, ja, als jullie Mo ophaalt, dan lik ik jullie moeders penis. En toen hadden we rijden die Mo, was hij gerage quit. En toen had ik een berichtje gestuurd, mooie Mo op, hè. Had hij nog gereageerd? Nee, waarschijnlijk wel geraged. Ja. En op deze map, hier had je toen die spantrem opgehaald, hè. Ja, heel mooi, hè. Ja, nu ga je voor die fully rush Mo op. Gewoon ACR waarschijnlijk. Nee, ik heb een MK14. Oh, variatie. Of zullen we gewoon live face Spodor doen? Met Brad. YOLO, we gaan face Spodor vandaag. Oh, let op. Watch out. Maar ja, watch out dat het niet Rage Spodor wordt. Wordt het waarschijnlijk wel, maar goed. Het is al laat in de avond, je bent al een beetje moe, die Rage is al een beetje weg. Nee, die Rage wordt juist opgebouwd s'avonds. Ja, ik ben nu dood. Dat is minder, door zo'n PP90 sprayer. Hoppa, gelijk al die headshots. Ja, dat is mooi meegenomen. Facepoder. Wat is hier raar spelen zo? Dat is 2-0, ja. Facepoder met de bret, je weet zelf. We hebben dit echt telkens gepraat via de headset, het is echt raar om nu te spelen zonder headset. Ja. Wat doet die teammate dan? Swag hebben. Ja, gewoon scumbag zijn. Maar ik ben niet zo heel goed met een sniper, dus ik ga er ook niet te veel op afrennen. Hoppa. Zo, dat is 3-0. Doet hij even hoor. Trouwens, ik ga wel mijn secondary pakken hoor. Oh, ik pak even hier een 16 op. Oh, kijk, dat was F-secondary. FMG 9 teamboot. Ja, die heb ik nu weggedaan voor de M16. M16 heb je overkill? Nee, ik heb hem opgepakt. Ik dacht al, random overkill. Ik dacht niet. Welke klik er al nodig op een sniper, hè? Oh, dat is echt een saaie match. Dit komt echt niemand tegen. Jij niet. Ik zeg 5-0. Ja, jij pakt wel die kills op, Gierigaard. Ja, met de beret natuurlijk. Ik kan al de hele tijd onder dit viaduct. Echt erg interessante gameplay. Oh, host migration. Erg interessante gameplay dit. Iemand die de hele tijd onder een viaduct zit. Heb je net iemand aan het killen? Ja, nu overleeft hij door die fucking host migration. Nee, ik heb hem dus nog. Laat maar. Never mind. Ja, ik ga zo stoppen. Past ook mooi in die commentary. Echt gewoon geweldig. Ja. Dat is specialist. Ben je dood specialist streak? Nee, ik heb net specialist. Oh, je gaat op die streak? Ja. Ik ga op die streak. Live barret. Go on. Oh my god. Face. You can do this. You can face me. Oh, voor zo'n mol op zo'n quad feed. Dat zou echt geniaal zijn. Hoppa, nog een killetje. Klote genaad. Ik weet niet waar die enemies allemaal zijn, dat vind ik niet cool. Nee, precies, echt zo'n saai potje dit, hè?
Ah, dan ga ik dood door een lucky headshot. Oké, okay, dan pakken we die MK14 wel weer. Ah, oh, dat is gay. Krijg je achterwaar? Jongen, die teammate killt hem dan ook een seconde daarna weer. Ik ga gewoon weer dood door een granaat. Spray! Triple kill! Maar hij maar dubbel. Vind jij maar. Ja, nee, ik had een triple. Assassin M16 in mijn rug. Zielig. Dit joh heeft ook eens. Maar, kill hem alsnog, ik ben wel zo pro. En deze man is in de. Die killt mij. Ik ga dan nu mijn face kills laten zien. Het is tijd. Tijd is rijp om te laten zien van wat voor facehout ik gesneden ben. Hoppa, headshot meteen. Lekt ook een beetje. Wauw, het staat nergens op. Zo'n joch. Wat? Dit is echt weer zo'n bullshit dit. Ik jong het. Tweede keer dat ik specialist heb. Ja, ga met de PK. Ik ga weer dood zo meteen. Ik heb LMG spec. Ik zie iemand die heeft een paar kogeltjes. Wat een joch. Ik ga net dat ik zeg. Het is echt zo'n kutpotje dit man. Ja klopt, het is een beetje saai. Fucking saai zeg maar geweest. Maar goed, wij gaan er ook niet heel veel op af, laat ik het zo zeggen. Spreek voor jezelf, malle makker. What the fuck? Mac Sacco, fucking McDonald's jood. Kijk, daar zat die McDonald's jood. Wow, oh my god. Killcam ook. Van die hele killcam en de subscribers laten zien. Dit is MW3 tegenwoordig. Wat? Ik vind het echt gewoon echt niet kunnen. Maar ik ben van een assassin. Het is zo ver. Ik ga LMG target van een LMG thermal. Dat helpt niet, want iedereen thermal heeft een assassin. Ach je. Ik ben al 2 keer op specialist dood gegaan. Het is echt een traag potje, dus je had er wel een boog kunnen halen. Als zij op mij af zouden komen, zeker. Maar ze zitten allemaal te campen. Assassin weer. Hoppa. Dit is echt zo'n bullshit. Ik heb echt geen zin meer. 14 om 11, wat een rotscore. Dat kan nog wel aardig. Maar ik echt niet. Nu lijk ik die noob voor al je subs. Maakt niet uit. Ah, wij weten wel beter, hè? Ja. Die man is dood. De is heil. Erg actievol dit. Ja! Gewoon leg een ene zak. Dat komt ook door die tegenstanders. Ja. Dit is wel het saaiste potje van de dag. We hebben goed uitgekozen om nu lekker te gaan recorden. Jazeker. Wat geluk hebben wij weer. Ja. Dit is echt weer zo bullshit span. Dit is echt gewoon MW3 voor jullie. Rotspawns, assassin campers en alles. Nou, komen we ook nog in dit gedeelte van de map. Ja. Ik kan beter een map showcase noemen, want er gebeurt net zoveel actie. Nou, en in dit hoekje zitten ook heel vaak mensen. Pas op hoor, dit is een beroemde headglitchpot, moet je voor oppassen. Wacht even, daar staat een enemy. Ho, ho, ho. Wat?
snap deze enemy zo niet. Waar lopen ze? Ze lopen niet. Ze staan allemaal te headglitchen. En als ze me killen, dan is het echt zoiets voor wat? Had ik net ook. Het potje duurt ook al 8 minuten. Ja, echt. Nou, lekkere lange commentary. Ja, die worden getrakteerd. Ze lopen echt te campen, deze mensen. Dat is echt niet gezond. Zou je denken. Ze staan ook allemaal gewoon ze spawnen en ze gaan gewoon stil ergens daar rondlopen. Ja, precies. Dichtst bij zijn hoekie gaan kiezen om in te gaan zitten. Nou, dat is nog niet eens het ergste, maar gewoon ze spawnen en ze gaan daar gewoon alleen maar rondlopen. Oh, iemand in mijn rug. Met de session natuurlijk. ik unlock een session pas bij Specialist. Ik heb nou gewoon in de afgelopen 3 minuten 1 kill gemaakt en 1 keer dood gegaan. Wat een joch! Ga lekker naar My Little Pony spelen, joh. Ga lekker World at War spelen, joh. Dit kan je lekker payback halen. Payback spelen. Johnny hebt hem. Rechts. Hoppa. Voor 3 kills, nog 1 gejas. Oh. Toch nog een goed eind. Laatst wat de rest kut is. Oh. Even kijken, ik pak wel gewoon die beretklas voor het laatste moment. We hebben toch nog 16. We eindigen het potje ook gewoon op de tijd en het is kill confirmed. Wat is dit dan? Nou ja, dat kan ik beter aan die enemies vragen. Ja, precies, die lopen niet. Nou, gaan voor die mooie barret kill, final kill. Hopelijk kon je nog iemand tegenkomen, want ik namelijk niet. Ik ook niet. Nee. Nou, het was echt geweldig. Ja. 28 om 7. Die enemies ook. Kom op, hé. Die Shadow True, hè, en die Pomodoro, die zit er al het hele potje in. Ja, dat klopt. En die Shadow True, die had mij 2 keer achter elkaar gekild, heel snel omdat ik steeds naar hem toe ging. Kun je nagaan wat hij voor de rest gedaan heeft? Die heeft volgens mij gewoon even AFK gestaan. Dat moet wel, dan kun je nooit zo weinig heel gaan, hè. Ja, daarom. Nou ja, het zal wel. Ja. Daarmee sluiten we dit gewoon lekker af. Dat is echt een geweldig einde. Ja, ik zie wel of het wordt geüpload. Ik denk het niet, maar ja. Ik denk het wel. We zijn helemaal pro. Laat gewoon echt MW3 zien. Even laat de kijkers laten zien hoe het nou eenmaal is. De realiteit, harde realiteit onder ogen laten zien. We zijn al 12 minuten aan het opnemen. 12 saaie minuten. 13 nu. Wel graag gedaan, mensen. Ja, was erg leuk. Jullie hebben 13 minuten van jullie leven hier aan verspild. Graag gedaan. Later, gasten. Later.